Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een keer een Vibra-shoplog voor je. Het is alweer een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. En ik ben de laatste tijd 2 keer naar de Vibra geweest. Naar een wat grotere Vibra, naar een wat kleinere Vibra. Daar heb ik weer een aantal dingen gekocht. En ik dacht, misschien is het wel leuk om jullie dat te gaan laten zien. Dus ik ga jullie laten zien wat ik bij de Vibra zo heb geshopt. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten, zoals je van mij gewend bent. En dan gaan we gewoon beginnen met de producten. Ik heb allereerst een nieuwe eiersnijer gekocht. Nou eet ik geen eieren, maar ik gebruik deze altijd om mijn champignons mee te snijden. Want dat vind ik altijd gewoon heel erg makkelijk. En mijn eigen eiersnijer die was kapot gegaan. Dus ik dacht, nou, dan ga ik bij de Vibra kijken en daar kwam ik een roze tegen. Dus ja... Roze en ik zijn natuurlijk het slotwoord, dus ja, een nieuwe eiersnijer, niet heel bijzonder. Maar ja, ik denk dat hij op zich wel stevig is, zo ziet hij er wel uit, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dan heb ik nog een etui gekocht. Ja, ik heb natuurlijk best wel veel stiften en potloden die niet in een bak zitten. En daar doe ik dan graag een etui mee. Ik vond deze wel heel erg leuk. Hij staat op Fine Jewel Weld. Gaat dicht met een klittenband. En dan heb je 2 compartimenten zeg maar erin zitten. Dat vond ik er wel leuk uitzien. Dus ik dacht, nou die neem ik ook mee. Hij was ook roze. Je kunt hem ook gewoon... Volgens mij zit hier zelfs nog een soort van... hengseltje dat je hem om je pols kunt hangen. Maar ik dacht, ja, is gewoon wel handig voor het organiseren weer bij de knutselhoek. Dus even een nieuwe etui. Dan heb ik een bak gekocht. Dit is eigenlijk een voorraadbus. Je kunt ze ook opstapelen. Ik vond deze heel erg leuk, want deze had een roze rand. En ik heb gewoon een aantal dingen nog staan in doosjes. Je moet denken aan bijvoorbeeld vermicelli wat nog in een doosje zit. Of wat macaroni wat in een doosje zit. En ik heb dat het liefst gewoon in afgesloten potten. Dus ik kwam deze tegen. Je hebt ze dus ook in verschillende maten. En het is dus inderdaad heel handig. Want je ziet dus hier dat je ze kunt stapelen. Dus dat is natuurlijk gewoon ideaal. En je had ze in verschillende kleuren. En ik vond deze natuurlijk heel erg tof met de roze rand. Dus die heb ik ook gekocht. Dan heb ik ook nog 2 bakjes. Dat zijn deze bakjes. Ook deze zijn roze uiteraard. Deze sluiten gewoon door middel van zo'n deksel. En ik heb dus bijvoorbeeld nog wat dingen staan zoals wat bindmiddel in een doosje. En... ook vermicelli nog in een doosje. En ik vind dat gewoon niet hygiënisch. Want het zijn gewoon niet producten die ik heel vaak gebruik. Want het bindmiddel gebruik ik bijvoorbeeld alleen bij de goulash. Ja, de vermicelli alleen bij de soep. Dus ik dacht, ja, ik doe dat soort dingen gewoon liever in een doosje. Dus ik heb 2 keer deze meegenomen. Het is dezelfde maat. Maar ik dacht, daar past dat gewoon prima in. Weet je, je doet even een stickertje bovenop wat erin zit. En dan zit het mooi afgesloten. Staat ook wat leuker. Dus die heb ik ook eventjes meegenomen. Je moet altijd wel even goed controleren of ze goed sluiten. Want sommige die sluiten dus niet helemaal goed. Dat is even een tip die ik je meegeef. Dan heb ik dit gekocht. En dit is eigenlijk een soep slash noedelbeker. Je kunt hem in de magnetron doen. Even kijken. Je kunt hem hier openen. Je kunt hem dus in de magnetron doen. Dan doe je hier gewoon je product in. En... Nou ja, dan kun je hem in de magnetron doen. Maar ik vond het gewoon heel handig om bijvoorbeeld mijn noedels uit te eten. Ik ben bijvoorbeeld iemand die zo'n dag als oud en nieuw, dan vind ik het gewoon prima om een beetje noedels te eten. Omdat je s'avonds vaak nog wat hapjes en zo hebt. Dus ik dacht, ja weet je, dan vind ik zoiets prima. En ze hadden hem in het roze, dus ik heb hem uiteraard in het roze ook dan gekocht. Ik vond het wel gewoon heel handig. Ik denk niet zo heel snel dat ik het in de magnetron zou doen. Ja, weet je waar ik het wel voor zou willen gebruiken in de magnetron? Bijvoorbeeld warme chocolademelk. Daar zou het wel ideaal voor zijn. Dat kan volgens mij ook prima. Dus ja, dat vond ik wel heel handig. Maar je kunt hem dus ook open en dicht doen door middel van een klepje hier. Dus die. Dan heb ik een bakje meegenomen voor... het is eigenlijk een opbergdoosje, maar het is ook weer voor diamond painting.
Ja, hier kun je dan ook weer wat steentjes in doen. Dit lag nu bij de Vibra. Vibra heeft best wel veel op diamond painting gebied. Dus ik dacht, nou, dat ziet er best wel handig uit. En ja, het was heel goedkoop. Dus ik dacht, nou, zo'n bakje extra kan nooit kwaad. Aangezien diamond painting echt iets wat ik wil blijven gaan doen. Volgens mij klopte die zin niet. Aangezien diamond painting iets is wat ik wil blijven gaan doen, vond ik dit wel handig. En volgens mij had je ook verschillende maten hierin. Dan heb ik een zeefje gekocht. Ik wilde heel graag een wat kleiner zeefje hebben. Want ik vind het bijvoorbeeld over mijn cappuccino heel lekker om wat cacaopoeder te doen. En er zit in het potje waar ik de cacaopoeder in bewaar wel een zeefje. Maar er komt soms net nog te veel uit. Dus ik denk als ik dan het zeefje gewoon boven mijn cappuccino hou en er dan wat cacao op strooi. Dan wordt het wat meer verdeeld. Dan heb ik niet gelijk zo'n hele grote flats cacao eroverheen. Dus gewoon eventjes heel simpel een zeefje. Dan heb ik een brooddoos meegenomen. En dit leek me gewoon handig voor als ik een keer een dagje weg zou gaan. Als je een keer wat mee wilt nemen en dan denk ik vooral misschien een keer aan een koekje of wat snoepjes, dat je het gewoon even in één bakje kan doen. Deze heeft dus gewoon zo'n flats, die gaat er al af, zo'n band eromheen zitten en dan is dit de inhoud. Ik weet niet of je er echt broodjes of zo in kan doen, zal vast wel. Maar ik vond het dus gewoon handig voor een dagje weg met eventueel koekjes of snoepjes. Ik bedoel, als Nathalie en ik een dagje weggaan, dan zijn we meestal wel iemand die wat snoepjes er meenemen en soms ook wel wat koekjes. Deze kan trouwens ook nog in de vaatwasser. Staat ook bij, wanneer u de deksel een slag draait, wordt de inhoud van de lunchbox vergroot. Hoe dan? Oh ja, zo denk ik. Maar ik zie het verschil niet daarin. Ja, ik snap niet helemaal goed wat ze hiermee bedoelen. Maar goed. Ik heb een roze genomen uiteraard. Ja, het is meer roze paars, weet je. Het is niet echt dat je zegt van het is roze roze. Maar zo, een lunchbakje. Dan heb ik een snijplank gekocht. Ik ben een beetje schaars in mijn snijplanken. Ook deze is roze van kleur. Ik heb zeg maar wel van die kleine snijplankjes die ook heel handig zijn. Die staan dan in zo'n houder. Maar soms merk ik dat ze net iets te klein zijn. Als je bijvoorbeeld een lap vlees wil snijden, vind ik ze net iets te klein. Voor champignons zijn ze vaak iets te klein. Toen kwam ik deze tegen. En deze vond ik er gewoon heel tof uitzien. Omdat hij ook wederom ja, roze paarsachtig is. Hij is meer roze, maar ik heb op de idee dat hij het op de camera wat meer paarsachtig laat zien. Maar dat vond ik wel gewoon heel handig. Dus ik dacht, nou ja, die kan ik daar wel eens eventjes meenemen. Want ik had gewoon niet zo heel veel. Dan heb ik nog zo'n doos gekocht. Deze is wel roze. En dit is dus weer zo'n bak met allerlei vakken. Die heb je al eens eerder in de shop van mij kunnen zien. Toen had ik ze in het rond en ik heb nu een vierkant meegenomen. Ik heb ze bijvoorbeeld gebruikt met mijn verjaardag en het beviel heel goed. Ik had er toen hapjes in gedaan. En deze is dan nog net weer iets groter. Maar het is bijvoorbeeld ook heel handig om er verschillende soorten chips in te doen. Hiertussen zou je bijvoorbeeld een beetje saus kunnen doen. En dan heb je gewoon eigenlijk een hele handige bak. Wat je ook kan afsluiten. Dus stel je zou een dagje weggaan, kun je er ook fruitsoorten of zo in doen. Nou is deze wel heel groot om mee te nemen voor een dagje weg. Want ja, kijk, als ik hem zo tussen mijn handen hou, hij is best wel fors. Er staat overigens niet in hoeveel liter dit is. Kan ik zo niet terugzien. Hij mag wel in de vaatwasser. Maar ik dacht, ja, vierkant vind ik ook wel handig. Aangezien ze zo goed bevallen, dus neem ik ook een vierkant mee. Dan heb ik een setje met haken gekocht. Dat zijn deze. Dat zijn deze haakjes. Ik zocht eigenlijk haakjes. Want ik heb een tijdje geleden heb ik bij de Action heb ik sponsjes gekocht voor mijn pannen. Maar die kon je dus ophangen. Dus ik dacht, ja, dat is ideaal. Maar dan moeten ze wel op een haakje. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb haakjes gekocht.
En ik dacht, ik koop ze dan in het roze, want dat zag ik al helemaal leuk bij de nieuwe keuken zo voor me. Dan kan ik daar lekker die sponsjes aan ophangen. Die kun je gewoon met een zuignapje plak je ze aan de muur en dan kun je hier gewoon wat aanhangen. Dus net wat je wil. Ja, voor hetzelfde geld vind je het fijn om het te gebruiken voor je handdoek of theedoeken. Nou kan ik die bij mij niet aan mijn muur hangen, maar ja, ik vond deze wel heel tof. Dan heb ik een setje voor diamond painting meegenomen. Dit zijn 3 mini diamond paintings met diertjes. Je krijgt 2 hondjes, een konijntje en een katje. Je kunt er eigenlijk een soort 3-luikje van maken. Het zou heel leuk zijn als je dit bijvoorbeeld in een lijstje doet waar 3 van die paintings in kunnen. Alles zit er verder gewoon in. Dus die heb ik ook gekocht. Die vond ik ook gewoon heel erg leuk. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Dan heb ik een tubetje lijm gekocht. Dit is gewoon hobbylijm. Ik merk zo af en toe dat ik gewoon echt nog een beetje gewoon normale lijm nodig heb. Ik gebruik ook wel heel veel de lijmrollers van de Action. Maar een gewone lijm die zocht ik eigenlijk nog. En toen kwam ik deze tegen bij de Vibra. Ik dacht nou voor hobbylijm prima waar ik het voor wil gaan gebruiken. Ik hoop wel dat het een beetje, even kijken hoor wat voor topje het is. Waarom heb ik altijd moeite om dit eraf te halen? Nou, ik raak hem gewoon zo even niet los. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon een basic dingetje is waar je gewoon mee kunt lijmen. Als laatste heb ik dan nog 2 nagellakjes gekocht. Ik had laatst een hele mooie kleur nagellak van mijn moeder gekregen van de Vibra. En ik dacht, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om daar ook wat mee te doen voor mijn blog. Maar dan vind ik het zo zielig als het 1 potje is. Ik dacht, nou, neem ik nog 2 andere kleurtjes mee. Ik heb hier, eventjes kijken hoor, of dat de kleur is. Nee. Staat er een kleur op? Nee, gewoon niet. Nou, het is een oranje kleurtje. Ik vind ze heel leuk, want ik vind die potjes ook heel leuk met die blaadjes erop. Het is van Delia Cosmetics. Dit zijn bio meal urn, staat erop. Oh, hij is ook vegan. Dus dit kleurtje. En dan heb ik ook een paars kleurtje. Dus die vond ik wel heel leuk. Ook de nagellakjes bij Vibra zijn echt wel heel betaalbaar. Maar je moet net even mazzel hebben wat voor kleuren er zijn. Maar deze kleuren die vond ik er wel leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, dan neem ik die nog mee. Dus daar ben ik wel blij mee. Nou, dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Vibra heb gekocht. Ik ben er wel blij mee, want ik kan het nu allemaal ook gaan gebruiken. Dat vind ik ook wel fijn. De ene keer hebben ze meer bij de Vibra als de andere keer. Ze hadden nu wel aardig wat dingetjes. En ook wel de dingetjes die ik echt nodig had of zocht. Dus dat is wel fijn. Ja, ik word ook altijd wel heel blij bij de Vibra omdat ze zoveel roze hebben. Ja, dat is toch iets wat ik heel erg leuk vind. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste of handigste item vond uit deze shopblog. En of jij nog bij de Vibra hebt geshopt de laatste tijd. Ik ga er niet zo heel vaak heen, want ik heb geen Vibra bij mij in het centrum zitten. Dus ik moet er echt dorpen voor verder op gaan. Maar als ik er dan een keer kom, vind ik het altijd heel leuk om eventjes rond te neuzen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!